De kwaliteit van het asfalt op de nieuwe weg in Poeldijk is dermate slecht dat de weg in de nacht van dinsdag op woensdag in beide richtingen dicht moet. Dan voert de provincie een spoedreparatie aan het oude asfalt uit. De weg gaat dinsdagavond om 10 uur dicht en woensdagochtend om 6 uur weer open. Het betreft het wegvak tussen de Madenpolderweg in Den Haag en de rotonde van ABC Westland in Poeldijk.